In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als we maar naar de boek komen. We gaan geld roven, jongen! Deze week zijn Juan Giovanni, en hij werkt in een pannenkoekenrestaurant, en Yassir. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat hij doet, maar hij zal vast plezier in hebben. Stel boys, wat is de uitdaging? De uitdaging is zo lang mogelijk stallen bij een kassa. Nice. Hoeveel geld gaan we spelen? 200 euro. Twee barkie? Top. Twee mei? Kun je het aan? Kunnen we leien? Okay. Let's go. De inzet is 200 euro. Nou, vorige week hebben we 100 euro verloren, waardoor de pot nu staat op 500 euro. Dus het wordt weer even hoog tijd om te winnen. Hele belangrijke spelregel. De tijd gaat pas in zodra het laatste product is gescand. Je wilde eerst, toch? Ja, Nee. Eerst dat moeten vergeten, zeg maar. Ja. Dan laat je de koffie vallen. Ja. En uiteindelijk ga ik iets heel geks doen. Dan ga ik gewoon echt gewoon scènes schoppen. Let's go. Ik ben wel echt benieuwd naar hun tactiek. Ja. De reis is wel wat goed lang. Kijk nou, gaan. Wat de fuck heeft hij gepakt, ouders? Een groot blauw tasding of zo. Is dat een matras? Leg het ding in. De tijd gaat als in het moment dat zij het laatste product hebben gescand. Zijn we daar één product? Dus dat is goed. Het gaat pas van die dingen, van die gescand is. Dit is het laatste. Nee, want zij gaan het pas stellen. Ze gaan het pas stellen van het ding. Ik zie het, zeg. Geloof mij, man. Oh, hij pakt nog iets. Hoe ga je dat doen? En dan ga ik ook nog niet scannen, hè. Start ie. Ja, start. Yes, dankjewel. Heb je bonuskaart? Ga. Hey! Kan, nonna, ouwe. Holy shit. Alle biertjes vallen, ouwe. Ze maken hier een mes. Is ook helemaal nat, ouwe. Dit hebben we echt even nieuwe nodig, ouwe. Deze moet ook niet meer nodig. Kunnen we hier een nieuwe verpakken ook? Ik kan deze ook nieuw verpakken. Deze kan het geworden. Top. Yes, dankjewel. Ga ik even pakken, ja? Oh nee, die hele kast gaat sluiten. Oh, we moeten ook een nieuw bier pakken natuurlijk. Ja. Gaat. Ja, ik pak hem. Pak jij even bier? Oké, is goed. Sorry hoor. Nee, maar het kan gebeuren, hè? Ja, maar dit is wel echt. Oh, die gaat winnen. Ja, maar dit gaan we never nooit overheen kunnen. Zullen wij helpen ons maar eerst van even? Maar het moet opnieuw gescand worden. Ja, als het opnieuw gescand moet worden, is het niet je laatste artikel. Dus hier kan jou wat neerleggen. Hè? Als je laatste artikel gescand wordt... Ja, dan gaat de hele tijd opnieuw. Oh, dit is dom. Kunnen zijn. Oh. Ja. Het kan echt wel zo goed gaan werken. Oh, bij de service baan kan ik korting krijgen. Oké, top, super, dankjewel. Is er opnieuw gescand? Nee, nog niet. Ik ben better take the other one, because this one is hier ingevallen. Hier is ongeluk. Everything pop. Scan? Ja, scan niet. Heb jij ook een bonuskaart niet toevallig? Ja. Oké, mag ik voor jou ook een nieuwe bonuskaart hebben? Ja. Opnieuw gescand. En tijd, stop. Gaat opnieuw. Het ging zo goed. Ze zitten nu weer op 20 seconden. Ik zag dat hier echt balen aan. Laatste poging hoor. Doe via zakelijk? Ja. Maar jij weet de code, ik weet het niet. Ik weet de code ook niet aan. Nee, deze zaken pas kan je volgens mij niet scannen. Of wel, even proberen. Het is opnieuw. Nee, zie je, we moeten deze echt met de code doen. Even gewoon een trucje voor de code, telefoon.
Ik stop het in, pas het nu in. En... hoor ik de piep? Gaap, geen salde, wacht even. Gaap. Moet even overmaken, hoor. Ja, nu gaat het tijdbreken, dat snap ik wel. Nee, ik ben bij de klaar, mevrouw. Gaap. We zijn nu wel goed aan het inhalen, hoor. Oh, ja, help die vrouw met de kinderen. Help met z'n naar de andere kant rennen. Ze weer op 3 uur 20. Gaat jullie lukken of... Ja, maar top. Ja, dank jullie wel jongens dat jullie het even goed verneuken voor jullie zelf op het einde. Maar toch, netjes, 3 minuut 49. Martijn, Joost, wat is jullie tactiek? Zeg het maar, je masterplan. Jij had een idee, zei je. Ik heb wel een klein tripje naar de bank gemaakt. Ja. Oh, je hebt alleen maar kleingeld. Ja, nou kijk, dit is 3,50 euro. Het idee is dat ik dit heel stom, klunzig allemaal op de grond laat vallen. Ja. Nou, dan ben je sowieso een minuut bezig om alles weer bij elkaar te rapen. Slim. Moet zij het nog tellen. Slim. Blijkt dat wij 4 euro willen afrekenen en we komen tekort. Dus dan zitten we weer met een dilemma. Ga ik binnen en dan zorg ik gewoon dat er niks om mijn rekening staat. Doe ik alles naar mijn spaarrekening. Dus dat kost dan ook weer een paar seconden, minuutjes. En we hoeven maar 3 minuut 40, dus dat komt helemaal goed. Als je echt met je klaar mee begint te raken, dan moet je gewoon hard schreeuwen, Martijn. Dan sta ik hier om de hoek. Ja. Dus dan moeten we gewoon zo lang mogelijk die rekken. Is goed. Deal. Ga eens. Ik moet trouwens wel nog even cola hebben. Of heb jij nou thuis? Nee, ik heb geen cola. Of jij drinkt geen cola. Of cola light. Nee, pak gewoon wat je wilt drinken, even snel. Ja? Even snel, ja? Slim wel. Wat wij eigenlijk ook even doen hebben. Gewoon eventjes we daarin lopen. Laat maar hangen. Ja? Je hebt het wel, toch? Top. Kijk eens. Is 4 euro. Ah, niet bezwaar. Nee! Dit is alvast. Oh, 20, 15? Ik ga toch alles tellen, ouwe? Ja, ik heb mijn spaarpot geleegd. Toch? Je, kun jij tellen? Hoeveel? 2 euro? Nee, 4 euro totaal. We zitten nu op 1 euro. 15. Mensen achter zijn slecht, ouwe. Nog één, ik vind het wel bij. Dus dan 5 cent bij binnen? Ja, 5 cent bij binnen. Binnen ook nog? Lekker slim. Zilveren pincode, je hebt 2 passen, weet je wel. Dan vergeet je wel eens wat de pincode is van de 1. Snel, hè? Volgens mij is dit hem, hoor. Is dat geen saldo? Ze gebruiken die pin-truc. Dat is een ding. Zeg maar, precies niet genoeg, zeg maar, weet je? Ja. En dan de laatste precies, zeg maar. Bijpinnen natuurlijk. Ja, 50 cent. Nee, maar ik heb het. Oh. 50 cent. Oh, wauw. Dat is niet nodig hoor, mevrouw. Lekker helpen nog, die ouwe. Ja, dat vind ik heel aardig. Alsjeblieft. Oké, wij moesten 3,49 verslaan. Ik denk dat ze het al een beetje aanvoelen. Ja, voilà. Jongens. 5 minuten 25! Lekker! Maar, body. Mag ik wel even erbij zetten? Ja. Dit waren wel de morele winnaars. Keihard. Oprecht. Jammer van dat technische foutje. Ja, jammer. Zonde. Jammer. Maar wij weten wie er echt gewonnen heeft. Wie er echt gewonnen heeft is... Wat is het? Daar is het 200 euro. Vond je nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog, geef een comment. Zeker als je vindt dat zij de morele winnen waren. Geef complimenten. Zeker. Je kan hen ook volgen op Instagram. Dat is jazir.arslan, Griekse I A-S-I-R.arslan. En Juan.Giovanni. En dat spelen later. Ga je me ook gewoon niet volgen, zo leuk is het niet. Ik zie je volgende week. Tot volgende week. Later.